Even rustig, want er komt iets belangrijks. We gaan een gedicht. Een gedicht, ja. Ik ben Jamie van der Waal. Ik ben de zoon van André van der Waal. Projectleider van dit fantastische project. En deze prachtige constructie die ze hier neergezet hebben. En ik heb voor Lindhorst en zijn medewerkers speciaal voor deze dag een gedicht geschreven. Dat wil ik nu even gaan voordragen. Ik had er liever een microfoon bij gehad, want nu moet ik zo hard schreeuwen. Nou, het gaat heel erg goed. Ja, het gaat goed? Ja. Perfect. Zeer geëerde dames en heren, mannen en vrouwen. Vandaag zijn wij hier om techniek te aanschouwen. Een oktoberrevolutie vond plaats in Nederland. Gebracht door Lindhorst met maar één missie. Zette het water het gas aan de kant. Bedachten zij techniek met minder emissie. Waarschijnlijk vragen zij al snel het patent op de TT68, een technisch fenomeen. Het is nu voor velen al bekend, dit prachtig gemaakte technisch systeem. De TT68 voorziet een groot aantal woningen, want hier heeft men geen last meer van het gas. In tegenstelling tot Groningen, want daar zit men scheef op het terras. Waar het hier om gaat is gas, water en elektriciteit. Lindhorst techniek die blijft bij de tijd. Elektriciteit, gas en water. Techniek is nodig voor nu en later. Elektriciteit, water en gas doen mensen hun werk met plezier en kompas. En een van deze mensen is natuurlijk André van der Waal. Mijn vader en projectleider van het Leidens filiaal. Ja, dat is nu de ere. Laat buiten staan. Dat snap ik ook wel, want de burgemeester is tevens hoofd van de brandweer. Die hebben een verstand van hoe je met water een eind maakt aan vuur. En dat is hier toch ook aan de orde, of niet? Dus dat is ook heel mooi. De vraag is, welke kant draai ik op? Twee keer naar rechts. Twee keer naar rechts. Nou, dat moet lukken. Ja. Twee. Ja hoor, daar gaat hij al. Hij heeft al geen voeding meer. Hartstikke mooi.